als ik hier binnenkom, dan ben ik de persoon die meteen... Ja, ik krijg alles zo op mijn bureau gestald en dan moet ik ermee aan de gang. Maar Peter zag de Black Widow X-Chroma liggen van Razer en die dacht, die wil ik nou wel eens testen. Dus hey, meegenomen naar huis, heeft hij mee gestreamd, heeft hij van alles mee gedaan. Peter, hoe bevalt de Black Widow X-Chroma? Nou, behalve het feit dat je met een leugen begint, is het echt zo gegaan? Wilde ik hem echt doen? Je wilde hem echt doen. Oké. Okay. Ja, nee, dat is echt zo gegaan. Oké. Okay. Ja, achteraf natuurlijk niet meer, want Peter zegt, oh, dan moet ik weer allemaal dingen leren en inlezen. En wat nee, de fuck ik weet zijn alles. Switches? Die lampjes, geen zin om in te stellen. Ja. Oh. Nou ja, als het maar Games in Blauw kan, dat is eigenlijk alles wat hij nodig heeft. Nou ja, dan is dit eigenlijk wel een beetje een overkill. Van de 16 miljoen kleuren heb je er maar één nodig. Ja. Ja, ik zet hem altijd Games in Blauw, maar dan net iets minder Games in Blauwe Wave eroverheen. Dat doe ik altijd met de Chroma producten. Ja, dat is wild. Maar voor de mensen die niet weten, de Black Widow X-Chroma is sinds kort op de markt. En het is de budgetvriendelijke versie van de Black Widow Chroma. Ja, dat is gelijk het probleem natuurlijk. Want de X betekent dat het budget is, maar dat is maar een tientje goedkoper. Dus dan kom je in totaal uit op een richtprijs van 190 euro. Ja, nou, budget jongens. Je portemonnee is op is naar de Lidl, halen dat ding. Twee voor de prijs van twee. Ik vond het heel raar dat Razer zei, dit is budgetvriendelijk. Ja. Dus letterlijk, je kunt de originele Black Widow kun je op sommige sites goedkoper vinden dan deze, hoe die nu in de markt ligt. Dus heel apart. Maar laten we eerlijk zijn, hij is wel iets vetter. Aluminium behuizing in plaats van plastic. Meer kabelmanagement en het is een open toetsenbord. Dus de toetsen liggen niet in de body, maar erover, waardoor er veel meer lichtverspreiding is. Dus dat is inderdaad, misschien als je dat vet vindt, dan is dit inderdaad wel een vet. Maar vind je het vetter? Ik vind serieus die metalen behuizing, vind ik echt vetter dan als die in zo'n plastic ding ligt. Ja, nee, dat klopt inderdaad wel. Nou, ik moet wel zeggen dat plastic is ook niet dat je zegt heel cheap of zo. Maar dit ziet er toch vetter uit. Ik had die andere ook, weet je die? Die andere die dat ook had. Daar vond ik ook vet bij. Ik weet het niet meer. De Edge 201, die had ook een aluminium plaat. Ja. En de Shark Zone K30. En die Shark Zone, die heb ik, ja, dat is het scarce toetsenbord ooit. Maar dat vond ik wel vet. Nee, ja, inderdaad. Maar dit is dan natuurlijk wel met de lampjes en met Razer switches. Dus het is wel een high-end product. Maar ik moet zeggen, ik vind dat openliggende. Ja, ik weet niet. Je verspreidt wel meer licht. Dus als je echt een hele LSD-lichtshow op je bureaublad wil, dan is dit natuurlijk wel de way to go omdat het open ligt. En wij staan er nu achter, dan zie je de lichtjes echt heel goed. Als je erachter zit, ik heb dan beeld word je van, bijna dus verblind. Ik laat de beelden, je ziet ze nu. De beelden spreken voor zich. Ja. Hey, hij is een tientje goedkoper. Het enige soort nadeel die eraan zit is dat je je USB en je audio niet kan doorlussen. Dat is eigenlijk het enige nadeel ten opzichte van de ander. En verder heeft dit ding eigenlijk alleen maar voordelen ten opzichte van die ander. Nou ja, die 10 euro goedkoper, die zal hem er wel in zitten inderdaad. Dat je niet twee USB-poortjes erin kan mikken en dus je audio jacks. Ja, misschien is dat het dan wel. Ik zou het niet weten. Maar wat vind jij van de switches? Want wij zijn eigenlijk allebei weer een beetje naar zachtere switches aan het gaan. Ik vind de switches van Razer sowieso heel erg fijn. Gewoon oprecht. Voor de echte kenners, het zijn niet echt Razer switches. Ze kopen ze ergens in en ze drukken de Razer op. Dat kan. Het is in ieder geval wel vrij uniek. Ze zijn lekker clicky. Je hebt natuurlijk ook in deze uitvoering heb je eventueel de blauwe cherries, maar van Razer zelf nog de oranje en de groene. Die zijn heel bekend. De groene zijn clicky en de oranje zijn lekker stealth, noemen ze dat dan. Die zijn stil. Maar ik vind dit serieus, het zijn oprecht hele fijne switches. En ik snap waarom heel veel gamers ervoor kiezen. Vooral in het pro-circuit zie je echt dat heel veel mensen toch voor die clickies van Razer gaan. Ik snap dat ook wel, maar ik vind het persoonlijk heel erg rot, omdat ik moet ook streamen. En je hoort het altijd door de microfoon. Dat is echt stoer. Rikketikket. Het heeft ook wel iets stoers, maar af en toe vind ik het heel knullig dat je echt... Je hoort... De kijkers van je stream horen dus echt wanneer jij een toets wel of niet indrukt. Dat vind ik een beetje... Ja privacy schending of zo. Ik weet niet, ik vind met shooters wel fijner dan niet. Alleen met alle andere dingen die je op zo'n computer of zo'n toetsenbord doet, vind ik eigenlijk zachtere beter. Ja, als je wil schrijven, dan wil je eigenlijk niet continu dat tikken. Precies, dat is het. En weet je wat trouwens heel stom valt me nu pas op, is dat dus niet alle toetsen zijn verlicht. Dus jawel, wel alle toetsen zijn verlicht, maar niet het haakje bijvoorbeeld. Daar mag je straks nee, beelden van maken. Dat is best raar. Daar heb ik beelden van. Maar dat is... Kijk, het ledje zit aan de bovenkant. En de toets, of de symbool zit ook aan de bovenkant, maar dat... Ja, dat vind ik wel een soort jammer. Oh nee, dat vind ik op zich wel handig juist. Dan weet je meteen welke de secundaire en welke de primaire toets is, zeg maar. Nee, maar dat zie je op heel veel toetsenborden wel, hoor. Maar... Waarom heeft die andere geen kabelgoot? Waarom de Black Widow geen kabelgoot heeft? Geen idee. Dat hebben ze nooit gedaan. Dat gewoon, I don't know, misschien hadden ze zoiets van, dat komt wel goed. Oké, ik vind deze iets prettiger. Oké, verdikt. Laatste, de final thought. Ja, ik snap niet dat het budgetmodel noemen voor 10 euro goedkoper. Maar voor 10 euro goedkoper heb je eigenlijk wel een iets vetter toetsenbord. Hij is iets strakker, hij is iets beter verlicht. En hij is gewoon iets stijlvoller. Is hij 190 euro waard? Dat is een toetsenbord 190 euro waard.
Deze kun je ook gebruiken voor je DJ-set als lichtshow. Dus dat een beetje rook erbij en rookmachine. Ja, hij is duurder dan twee Ambilight-lampen. Hij is duurder. Ja. Ja, het is heel veel geld. Het is, maar goed, het gaat me vooral om dat tientje verschil. Ik bedoel, als je dan toch bereid bent zulke bedragen uit te geven... Dan noem ben het dan niet budgetvriendelijk. Dan zit je in zo'n segment dat tientje ook niet meer uitmaakt. Dus nee. Dan moet je gewoon kiezen, ga ik voor inderdaad de kan mijn USB's doorlussen en mijn audio doorlussen. Of ga je voor dit model wat iets simpeler lijkt, maar wat mij betreft wel iets stijlvoller is. Ja, nou ja, dat is duidelijk. En dan kun je voor dat tientje weer een trustmuis kopen. Ja, en dan heb je ook een muis erbij. Ja, waar game je op? Ja, de Black Widow X Chroma, €190 en Trust 55. Dat is eentje die bij de Lidl ooit in de aanbieding was. Dus ja, heb je dat is mijn setup.